Maandoverzicht oktober. Hamas valt het zuiden van Israël aan. En Max Verstappen wordt voor de derde keer op rij wereldkampioen in de Formule 1. De temperatuur is zeer zacht voor de tijd van het jaar. Het zonnige weer werd onderbroken door een storing met veel wind en buien. Dit gebeurde er in Almelo. Dierendag wordt uitbundig gevierd bij de stadsboerderij in Almelo. Het is 4 oktober en dat betekent Dierendag en daarom staan we vandaag hier op de Beeklesboerderij. En vandaag is er genoeg te doen voor beide dieren en mens. Dus we gaan even kijken wat ze hier te doen hebben en of de dieren hier een goede Dierendag beleven. Wat vind jij ervan? Nou, niet veel dus. Voor de 13e keer organiseert Paco Plumtrek het Liedjesmakersfestival in verschillende zalen van Hof 88. En als ik lach, dan lach ik dat. Almelo is een brouwerijrijker. Proeflokaal De Zwarte Parochie werd officieel geopend door burgemeester Arjen Gerritsen. Kansen bij elkaar brengen, want dat is hier gebeurd. En hoe mooi is het dat je het niet alleen maar met eigen geld doet, maar ook met participaties van heel veel mensen die jullie bedrijf, al het goeds toewensen en daar zelf ook een steentje aan willen bijdragen. De zesde editie van het Oogstfestival in Doepark De Hagen trok vele bezoekers. Boerenburgers en buitenlui, speciaal verzoek. Iemand die de Lemelenberg uit zijn broekzak kent. Maar niet alleen dat. Hij is onze eigen, moet ik wel zeggen, schapenherder van Almelo of hoeder. Hij geeft nu een demonstratie. Schapendemonstratie, want drijven, dat hoort er niet bij. Met uiteraard zijn bordercollie, en die wordt nu al flink geknuffeld. Geef hem even een applaus, onze eigen Willem Dijkema. Coming Out Week, waarin er extra aandacht is voor het uit de kast komen. Ik vind het gewoon fijn om te zien dat het steeds normaler wordt om jezelf te kunnen, ja, meer sexual aware te worden, zeg maar. En voor mij betekent het zelf niet zo heel veel. Ik bedoel, ik ben wel bi, maar ik ben niet echt coming out of zo. Dat is niet echt mijn ding. Hoeft niet zoveel groot aan te zitten. Ja, voor mij persoonlijk betekent het eigenlijk niet zo heel veel. Maar het is wel belangrijk dat dit soort activiteiten doorgezet worden. De maatschappij is misschien niet zo tolerant als mensen denken. Dus dit soort evenementen zorgen er wel voor dat er meer bewustzijn is. Dat je van kan houden van wie je wil houden. En dat je kan zijn wie je wil zijn, zeg maar. In Almelo worden er nog steeds stolperstenen gelegd. Deze struikelstenen als eerbetoon aan alle Joden die door de nazi's zijn vermoord. We mogen niet vergeten. Vergeten wat hier gebeurd is in de periode 40-45, de slachtoffers. En gelijktijdig bedenken dat elke dag nog steeds iets gebeurt in de wereld. Wij moeten nog ongeveer 50 leggen. We hopen in 2025 daarmee klaar te zijn, 80 jaar na de bevrijding. In de jaren 60 heeft Günter Demnig, een Duitse kunstenaar, wiens vader nazi-officier is geweest, gezegd: ik wil excuus maken daarvoor. En heeft toen bedacht een kunstwerk door alle slachtoffers een gedenksteen te geven in heel Europa. Het is kinderboekenweek. In Adorp kunnen kinderen in de mini-biep lekker in boeken lezen en knutselen. Er zullen ongetwijfeld hele andere knutsels bij tussen hangen, maar het is helemaal gezellig. Ik word daar wel blij van. De mini-biep die blijft gewoon 24/7 open, maar volgend jaar zal er vast weer een nieuw evenement zijn tijdens de kinderboekenweek. Het team van Straatpraat vroeg aan de bezoekers van de donderdagse markt: wie moet burgemeester Gerritsen opvolgen? Burgemeester Gerritsen opvolgen? Iemand die passie heeft voor Almelo en alle Almelovers. Wij denken dat er een burgemeester behoort te zijn die er is voor de mensen
door de mensen gekozen, maar ook draagvlak heeft en weet waar hij voor staat. Het Alma College is een mobielvrije school. Het motto luidt: mobiel in de kluis of thuis. Jongens, het is een mobielvrije school. Is het lastig? Ja. Ja, heel erg. Ja, ik heb wel, zeg maar, dat wij wel veel praten met, zeg maar, met mijn vrienden. Je kunt veel rustiger de les beginnen. Het is echt veel meer rust. En ja, ze zijn minder snel afgeleid. En ja, ik denk dat het ook de cijfers ten goede komt. We zijn nu met de eerste toetsen bezig. Dat toch hoger is en dat de concentratie beter is. Burgemeester Arjen Gerritsen vertrekt bij de gemeente Almelo. Wij spraken hem over zijn periode als burgemeester. Burgemeester Arjen Gerritsen, met welk gevoel kijkt u terug op uw periode als burgemeester van de gemeente Almelo? Eigenlijk met grote voldoening. De afgelopen jaren waarin ik werkzaam ben geweest in de gemeente als burgemeester, zijn er bij de stad hele belangrijke ontwikkelingen op gang gekomen op het vlak van werkgelegenheid, op het vlak van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Versterken ook van de sociale structuur van de stad. Dat zijn niet altijd even hele grote succesnummers geweest. Soms wel heel erg, soms weer wat minder. Het is ook niet gezegd dat er geen slechte dingen in de stad zijn gebeurd, of dat alle problemen die er waren opgelost zijn. Maar de stad heeft grote stappen voorwaarts gezet. Wat heeft u voor de stad kunnen betekenen? Maar kijk, je kunt je nooit individueel beroemen op, nou, ik heb dit gedaan of ik heb dat kunnen bereiken. Een stad, een gemeenschap bestuur je altijd met de gemeenschap. In de eerste plaats met de mensen die jouw politiek moeten steunen, dat is de gemeenteraad. De mensen die je moeten adviseren en moeten helpen, dat is de organisatie. De mensen met wie je samenwerkt, dat is het college. Maar ook alle vrijwilligers in de stad, de mensen die zorg geven, die hulp geven, mensen die werk bieden, ondernemers, uitvinders zelfs hebben we in de stad. Met die mensen heb je samen wat voor die stad kunnen doen. En daar ben je eigenlijk maar gewoon een rader in geweest. En ik zal niet zeggen een radertje, want ik onderschat niet de positie die je als burgemeester hebt. Maar ik heb in samenwerking alleen maar kunnen werken. Ik heb niks alleen kunnen doen. De gemeente en het sportbedrijf Almelo hebben op diverse plekken in de stad beweegtoestellen geplaatst. Zo nu ook op het Sluitersveld. Als je breder kijkt naar hoe staat de stad ervoor, dan zie je dat de fitheid van onze inwoners, dat het nog wel een tandje beter kan. En daar proberen we met elkaar aan te werken op tal van manieren. En ja, dan is sporten en bewegen in de open lucht natuurlijk een heel mooi middel om dat te doen. Elke dinsdagochtend dan is er de mogelijkheid om onder begeleiding van fysiopraktijk Sluitersveld lekker fit te worden als het ware. Het is flink griezelen tijdens Halloween koopavond.